Hoi allemaal, hele heftige dag hier in Den Haag. Ik ga jullie wat vertellen over het coronadebat. Dat was er ook nog iets over van alles gelezen hebben en gezien. Hey, het coronadebat ging over het coronatoegangsbewijs, de pas. Daar heeft de fractie hier tegen gestemd. Waarom? Wij willen geen tweedeling. En eigenlijk zie je bij die coronatoegangspas dat er een verschil komt tussen gevaccineerden en ongevaccineerden. Als ongevaccineerden zich laten testen, kan het weer gebeuren dat ze daarvoor moeten betalen. En dan maakt het uit hoe groot je portemonnee is, of je dat kan veroorloven. Ik wil echt staan voor vaccinatievrijheid. Ik wil er echt voor staan dat iemand die arm is net zoveel toegang houdt tot het publieke leven. En dat is de belangrijkste reden waarom we tegen hebben gestemd. Hieronder lees je nog veel meer in de blog over de overwegingen daarbij. Een ander groot punt wat ik bij dit coronadebat heb gemaakt is de zorg. Want de mensen in de zorg werken keihard. En er moet echt geïnvesteerd worden in de lonen voor de verpleegkundigen, voor de mensen in de ouderenzorg. Met de SP heb ik het voorstel gedaan om 600 miljoen daarvoor vrij te maken. Wordt ook echt geadviseerd door alle wijze adviezen die er maar zijn. Vandaar dat wij echt zeggen, doe dit alsjeblieft. Geef de mensen in de zorg de waardering die ze verdienen. Twee dingen, veel meer te lezen dus in de blog. En ik wil jullie echt bedanken, want jullie hebben enorm meegeleefd op dit onderwerp. Ik kon niet overal op antwoorden, zoveel was het. Maar echt bedankt en blijf dat gewoon doen.